Nieuw stukje, opgave 23. We gaan weer naar het primitiveren. En straks krijg je ook een opgave met een oppervlakte uitrekenen. Maar dan met een sinus en een cosinus erin. Ja? Opgave 23. Wat staat daar? Gegeven is de functie fx is sinus kwadraat x. Ik heb het nog niet uitgerijmd zo te zien. Oh, nou gaat het... Gaan we nog even doen. Hebben jullie opgave 23 voor jou, of ik? Ja, fx is sinus kwadraat x. Ja, nou. Opgave A. Is I is 1 derde sinus tot de macht 3x een primitieve van f? Licht toe. Oké. Dus eigenlijk is de vraag, klopt dit? Toch? Ja. Dus I is 1 derde sinus tot de macht 3x een primitieve van letter f. Hoe kan ik dat narekenen? In de afgeleide nog nemen. Nou, dat gaan we dan maar eens doen. 3 keer 1 derde. Dat is 1. Hou het dit over. Sinus in het kwadraat x. Vermenigvuldigen met de afgeleide van het binnenste stukje. Oftewel de afgeleide van sinus x in dit geval. Ja, keer cosinus x. En dan moet dit hetzelfde zijn als... Niet hè? Dus nee. Nou, waar ik nou een F schrijf, weet ik niet, maar het was nee. Nee, klopt niet. Opgave B. Gebruik de formule cosinus 2a is 1 min 2 sinus kwadraat a om sinus kwadraat x en cosinus 2x uit te drukken. Oh, nou. Opgave B. Ze geven ons een tipje. Cosinus 2a is gelijk aan 1 min 2 sinus kwadraat a. Deze regel moet ik gebruiken. Nou, ik moet die sinus die daar stond omschrijven. Dus die moet ik apart gaan zetten. Deze breng ik hierheen. Die cosinus 2a gaat die kant op. Oftewel, 2 sinus... kwadraat a is 1 min cosinus 2a. Ik moet geen 2 sinus kwadraat a hebben, maar 1. Oftewel, we gaan even delen door 2 alles. Sinus kwadraat x. Dit was de originele formule waar we mee begonnen zijn. Deze kan ik dus schrijven als die. Mee eens? Mm-hmm. Ja? Oftewel een half min een half cosinus 2x. Heb ik gedaan. Opgave B. Gaan we naar C. Bereken de primitieven van f. Oké, dus ik moet daar een primitieve van maken. Nou, die half, dat zal het probleem niet zijn. Wat is de primitieve van een half? Een half x. Een half x. Ja, en dan, hè? Nou, ik weet ook wel dat ik die half over kan schrijven van die cosinus. Wat is de primitieve ook alweer van cosinus? Min sinus. Min sinus? Mag ik daar nou gelijk een plusje van maken? Nou, die 2 schrijf ik ook over. Wat krijg ik er nog meer bij? Keer. Cosinus 2. Nee. Krijg er nog één dingetje bij? Oh, plus C. Keer een half, keer 1 gedeeld door het getalletje wat voor de in stond. We gaan het zo narekenen hoor, dat klopt. En dan inderdaad nog plus c. Oftewel, de primitieven zijn een half x.
definitieve, de afgeleide van een half is. Het is een half. Plus de afgeleide van sinus. Is cosinus. Van tegen de kettingregel. De afgeleide van sinus is toch cosinus? Min cosinus dat. Oh, wat langer. Ja. Ja, keer 2, vanwege kettingregel, is een half plus een half cosinus 2x. Dat klopt niet, hoor. Nee, dat klopt niet, nee. Want hier staat een min. Wat hebben we niet goed gedaan? We hebben dus iets niet goed gedaan, maar wat? Je moet de cosinus is sinus. Zeg het nog eens, de primitieve van? Cosinus is sinus, niet sinus. Hebben we hem? Dus dit had niet een plus moeten zijn. Maar een min. Dus dit wordt een min. Dus dit wordt een min. Maar hebben we dat dan, zeg maar, expres van niet zelf niet? Nou, ik vraag op wat jullie ervan vinden, toch? Hoezo is het dan niet? Toch nog niet zo? Omdat de primitieve van cosinus gewoon sinus is. Oh ja, oké. Dus die min, we hadden die min niet moeten veranderen in een plus. Want wij zeiden, ik had hier eerst een min. Hè, die stond er officieel. En toen zeiden jullie, is min sinus? Ik zeg van, mag ik die dan in een plus veranderen? Ja? Maar nou blijkt dus dat we dat niet goed hadden. Dat geeft niks. En nu zie je, is die hetzelfde. Dus hebben we het goed gedaan. Okay. Hebben we een voorbeeld op bladzijde 159. En het voorbeeld is primitiveren fx is cosinus kwadraat 4x. Het voorbeeld fx is cosinus kwadraat 4x. Nou, ik zie alweer, het gaat alweer mislopen op die kwadraat. Dat kan ik zo wel zeggen. Hoezo kan ik dat doen? Omdat ik dan weer met datzelfde voorbeeld zit als waar we mee begonnen zijn bij opgave 23. Dan krijg ik via de kettingregel, ja, weer een sinus. Dus ik weet al dat dat niet goed gaat. Bij alle kwadraten dus, hè? Zoals een kwadraat moet je gelijk omschrijven. Ja, en je moet de primitieve ervan maken. Ja? Nou ja, ga maar eens kijken of je bij de formules, die op de formuleplaat staan, een cosinus kwadraat kan omschrijven naar iets zonder een kwadraat. Een half plus een half plus. Ja, hij staat er al bij. Cosinus 2x, dus de derde, is 2 cosinus kwadraat x min 1. Hebben we die gevonden? Dat is deze. Cosinus 2x is 2 cosinus kwadraat x min 1. Hebben jullie die gevonden? Het is de derde. Ja? Ik ga natuurlijk weer eventjes schrijven dat het kwadraat aan de linkerkant van het is-teken staat. Dus ik krijg min 2 cosinus kwadraat x is min cosinus 2x min 1. Deel door min 2 alles. Dus ik krijg cosinus kwadraat x is een half cosinus 2x. Oh, hier moet mijn streepje staan. Plus een half. Klopt dit? Ja. Die regel moet gewoon gelijk opschrijven, want daar staat ook als een regel door. Bij de 20 blokjes. Hij staat er als? Nee, wij laten altijd zien hoe we eraan komen. Hè? Daar houden we ons aan vast. Ja? Dus met andere woorden, dit ding. Mevrouw, waarom heeft die drie haakjes? Ja, ik had hem alleen om de x gezet, maar dat moest om de 2x. Ja? Dit ding moet om gaan schrijven nu. En er staat cosinus kwadraat 4x. Dus onze a is 8x. Hebben we die? Nee. Nog een keer, hier staat 1x. En hier staat dat het 2 keer zo groot is. Dus wat wordt het bij ons? Hebben we die? Mm-hmm. Ja?
vervelend, hè? En nu kan ik gaan primitiveren, want nu is mijn kwadraat weg. Nou, gaan we kijken of het lukt. Een half cosinus, die half blijft altijd staan. De primitieve van cosinus. Is gewoon sinus, hè? Laten we niet weer dezelfde fout maken als net. Sinus. En dan 8 is ook gewoon overschrijven. Keer. 1 gedeeld door 8. En dan nog even plus een half staan. Wat is daar een primitieve van? Een half x. Plus c. Ga ik het nog even net erop schrijven. 1 tweede keer 1 achtste. 1 zestiende. Sinus 8x. Plus een half x. Plus c. Hebben we het goed gedaan? Staat dat ook in het boek zo? Ja. Helemaal goed. Ja? Dus als er een kwadraatje in staat en je moet primitiveren, dan lukt ons dat niet. Schrijf hem anders op door de verdubbelingsformules te gebruiken en dan lukt het wel. En kan je deze weer gebruiken bij je integraal om een oppervlakte of een inhoud uit te rekenen. Ja? Vanmorgen, opgave 24, 25 en 26. Nou, je ziet bij 24, dat zijn gewoon losse opgaven zoals het voorbeeld van daarnet. Opgave 25, daar hebben we dus twee oppervlakten om uit te rekenen. En bij opgave 26, ja, dan zou je een tekeningetje moeten maken. En net als bij opgave 11, in principe. Ja? Opgave 24, ik mag best van jullie verwachten dat die over 5 minuten klaar is, want dan ga ik hem gelijk bespreken. Ja? Ja.